Nou ja, aardig, aardig, aardig. Autorijles, zeg maar, ja. Oh, zie ik nou pas. Ik kan herrie maken. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. En het is vandaag donderdag 16 juni 2022. En het is nou 1:03 in de middag. Ja. En zoals jullie zien zitten wij gezellig samen in de auto. Ja. In het tototootje. Toto. Een autootje is leuk, is handig. Dus wij gaan even naar de Westfield Mall of the Netherlands. En wij wensen jullie, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Heel nieuw. Rodi loopt lekker achter me. Kijk, helemaal top. En die staat ook achter me. Geen idee wat het was. Een bolletje. Ja, een bolletje. Maar dit is geen fietsafdeling, schat. Dit is geen fietsafdeling. Jammer, joh. Even kijken, een fietsenpomp. Ja, dat is en dat is de oude wetselen, zeg maar, bijna. Ja, dat is en dat is hetzelfde fietspomp. Nee. Deze zwart is. Nee, en met die ook niet. Ja, dat is verkeerd. Dat zeg ik, en dat zijn dezelfde. Ja, dat is deze. Dus. Zeven. En die is dan voor jou, of? Die is voor mij. Oké, want ik heb er nou niks meer. Want ik heb dus nu helemaal niks meer. Dan wil je dan er ook eentje voor mij erin doen. Ja, de grijze. Dan vind ik die zometeen wel even helemaal goed. Helemaal best. Dan neem ik wel de grijze. Dan heb ik ook weer een nieuwe. Toch wel? Mm-hmm. Dat is mooi. En hier hebben we ook weer verlicht. Is ook handig. Oh, lekker en die airco hier ergens daar. Daar hebben we de airco, lekker. Maar we hebben hier verder niks, hè? Nee, hebben we niks meer, hè? Nee. Hè? Dat blijft nog niet. Nee. Nou ja, dat dus. Maar wat is dat dan voor dingetje? Is dat van binnen? Moet blijven. Ja. Dat vind ik wel even grappig om te kijken, vind ik leuk. Als je iets als je hebt, zeg maar, een kleine. Hij is leuk ook. Hij is leuk. Hij is grappig. Oh, dit doet me zeer, dat lachen. Auw! Dan moet ik het afrekenen dat jij het aan mij overmaakt? Is dat handig? Maakt jou dat wat uit? Nee, dat maakt. Dat maakt mij niet uit. Dat niet op de bank, wat minder kerst. Dat maakt niet uit. Oké, doen we dat. En ik moet toch even sokken hebben. Sokken? Ja, sokken hebben, ja. Sokken? Ik film jullie niet hoor. Nee, dat gaat niet. Nou ja, dat en dat wilde ik ze niet en dat jullie filmen, dus. Nee, dat hebben ze niet. Nee, daarom precies dat. Auw! Nee, dat met lieve schat. En dat zijn kindersokken.
Dat zijn kindersokken. Kijk, neem maar net zoals dit. Okay. Ja, maar dat is 31, 34. Ik moet iets groter hebben. Halve sokken. Kijk, net zoals dit. 7 paar, zo dan. 7 paar voor, zo, oké. Okay. En dit is 3 paar. Ja, dat snap ik ook nog wel. Maar dan wil ik, wat is handig, zwart of wit? Ik pak wel zwart en, nee, ik doe alleen maar zwart. En deze ga ik zelf betalen. Nee, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Maakt ook niet uit. Doe ik het zo. Yes. Top. Helemaal goud. Dus dat. Ik heb even 2 paar sokken gehaald. En die zijn dus 1,80 euro. Kijk, dat is zwarte. Helemaal goed. En die is nu bij Row in de mandje. En we gaan nu betalen. Dat is ook heel erg handig. Ja. Nou ja, aardig, aardig, aardig. Hè, wat? Aardig gevuld, de wacht. Maar niet voor mij. Nu. Dan zou je graag wat Jan willen hebben. Nee. Dat is wel lekker natuurlijk. Nee, ik hoef geen Jan te hebben. 2,50. Nee, die hoef ik niet te hebben. Lekker. Jan is een beetje vies, hè, om te eten. Ja, maar Jan, ik mag toch geen Jan hebben? Ik mag toch geen... Oh, ik wil net zeggen, dank je. Sorry, ik moet kwijt. Ik mag toch geen Jan meer noemen? Nee. Nou dan. Ja, dat staat erop, maar ik mag geen Jan meer noemen. Ja, en even omdraaien. Anders omdraaien. Gewoon goed laten zien. Gewoon goed laten zien. Dat is wat ik bedoel. Kijk, er staat inderdaad... Een familiezakje poffertjes. Ja, maar ik mag die naam niet meer noemen. Nee, dat staat ook. Nee, er staat gewoon Jan op. Ja, Jan. Jawel. Dan ga ik gewoon op dit drol, hè. Zo, is de brood al verhoogd qua prijs? Nee, nee. Kijk, deze is nog steeds 2,09 euro. Ze zeiden iedere keer van even van de brood en die wordt 5 euro. Nou, ja, is... Wordt dan 5 euro. Huh? Wordt dan 5 euro. Ja, maar eerst zien en dan pas geloof ik het goed. Toen zat ik dus weer in de auto. Ja, autorijles. Zeg maar, ja. En ik mag zo meteen mijn eigen route bepalen. Dat is leuk. Dat is grappig. Ja. Colaatje toch? Ja, lekker schat. Colaatje toch? Ja, altijd lekker. Nou, dan gaan we dus vanaf hier, waar we dus nu staan, naar het CBR. En vanaf het CBR hoop ik, dat heeft hij wel beloofd, dat ik dus mijn eigen route mag gaan bepalen. Dus we gaan het zien, we gaan het meemaken. Maar ik weet al de stuur in te stellen, de spiegels, de binnenspiegel. Dus, hè, dus de spiegels is gewoon buitenspiegels, binnenspiegel, mijn stoel. Ja, alleen ik heb nou klamme pootjes, zeg maar. Het is een beetje warm. Ja. Dus ja, dus dat zeg ik. En ik heb mijn water bij me. En dan zorgt hij weer namelijk voor heerlijk colaatje. Dus en die maak ik zo meteen even open bij het CBR. Daar niet van. Nou kan niemand erdoor. Want omdat ik anders achter die auto had moeten staan. Maar nou ga ik geloof ik zo meteen gewoon gelijk lekker door. Als... Bessel, dus eigenlijk klaar is. Kijk, deze auto naast mij gaat dus nu, oh, denk ik, zo weg. Geen idee. Ja, het is een klein benzinestationnetje, zeg maar. Kijk, kan hij er naar achter, kan hij eruit. Achter mij. Dankjewel. Kijk, en hij tanken waarschijnlijk of hij gaat eruit.
Kijk, zo is het ook weer netjes opgelost. Ja, toch? Niet dan. Dus wat neem jij allemaal mee dan? Weet je? Oude Red Bull. Twee Red Bull en een cola. Waar moet weer aan de Red Bull hoor? Even roken. Oh ja hoor, dan ga jij maar lekker roken, schat. En dan kom ik er even bij staan. Je blijft hier zitten of ga je mee? Ik ga wel even mee staan, even buiten. Ja, natuurlijk, uiteraard. Wat denk jij dan? Even benen strekken. Hé, zo. Nadat ik dus thuis kwam van autorijles, heeft Rome even namelijk opgehaald. En nu ga ik eventjes een powernapje doen. Want Rome is moe, ik ben moe. Morgen om 10:15 moet ik naar de huisarts. Dus we zijn even allebei back en back af. Dus wij gaan dus nu inderdaad even een powernapje doen. Ro gewoon lekker in zijn eigen huis. En ik ook lekker hier. Dus ja. Jullie zien me lekker weer straks. Sowieso. Zo, en ik met mijn slaperige kop. Ja, nou zo zien we ook een keertje Karen die een beetje half wakker is. Ja, ook een handige. Maar dat maakt niet uit. Nee, lekker in mijn ochtendjas. Ook helemaal goed. Ro is ook lekker bij me. Kijk, mijn lieve schat is bij me. Hij schat. Hi. Nou, we zijn ergens gezellig. Ai. Dus ik ga even lekker op het balkon zitten. Laat ik Ro eventjes in zijn ding doen. Helemaal goed. Het is toch niet koud. Dus ik vind het helemaal prima. Zit. Nee, zit het er zo. Goedemorgen. Lovely. Zitten. Blijf. Nee, daar bij de deur. Blijf. Ja. Je zit die andere kant op. Achter je. De. Dat is lekkere schat. Nou, en hun zijn ook lekker aan het smikkelen. Helemaal goed. Helemaal goud, hè meis? Je hebt een roos, schat. Ja, je hebt een roos. Nee, lady. Is niet van jou, dat nee. Kom, let hier. Bolle, deze kant op. Onder. Onder. Nee, onder. Nee, is niet van jou. Nee, zitten. Zitten. Oh, dankjewel. Was dat ook alweer op? Goed zo, baas. Het is op. Oh, halt. Baas, het is op. Deze is op. En die is op daar. Mijn beauty is nog aan het eten. Lady, nee hè? Dat weet je. Nee. Ja, ik kan kijken, maar nee is nee. Hé, hey, bolle. Bolly. Bolly voor Swolly. Nee. Is niet voor jou, dat weet je ook hè? Oeh, grappie. Dat is een grappie. Ja, je vindt ook echt alles prima, hè? Laat je zus, dankjewel. Nee, leed, nee. Goed zo, hij is nou op, hè? Lady controleren, lovely controleren, ja hoor. Hij is op, dames. Was het lekker, schat? Was het lekker, wijfie? Hm? Ja, gezondheid. Baas, en die andere bak is ook leeg. Alleen Lady en die moet het nog even nakontroleren. Je bent en je bent net en je bent net foever, dame. Net en net foefie. En die deed het ook altijd. Echt foever, die foever en die moest ook echt altijd Lady controleren. Of het echt op was. Nee. En dat doet Lady hetzelfde. Controleren. En dat weet jij ook nog wel, hè, foefie, hè. En die moest kijken of jouw bak ook leeg was, hè. Ja, hè, Foefie, hè? En je grote broer, hè? En die er niet meer is, nee. Je grote broer is er niet meer, nee. Sorry, schat, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik ben lief, ik weet het, ik ben lief, dankjewel.
Oh, ik kan herrie maken. Oh, zie ik nou pas. Ik kan herrie maken. Ik kan herrie maken. Ik kan herrie maken. Ga ik dat maar even doen, hè? Herrie maken. Ja, nou, daar zit ik dan. Wil ik op bed. Ja, het is bloedje heet, dat sowieso. Maar gelukkig heb ik hier hele mooie gordijnen. Die het een beetje lekker tegenhouden. Maar dit betekent wel weer dat ik de vlog ga afsluiten. Weer gezellig samen met jullie. Dus, vind jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier beneden te abonneren. Ook sowieso hier beneden het belletje aan te doen. En hiernaast het duimpje omhoog te doen. En laat dan ook gelijk een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.